Het is een tekenfestival wat ik geloof 5 jaar, ik weet niet precies, geleden is begonnen in Londen. En ja, als een lopend vuurtje trekt het door Europa. Het gaat, het gaat om de hele maand oktober bij de meeste locaties. En wij in Ulft zijn nu voor het eerst ook aan het meedoen. Waarom is het zo belangrijk dat zo'n dergelijk evenement ook in de Achterhoek plaatsvindt? Voor ons heeft het 2 redenen om het hierheen te halen. Ten eerste, we organiseren het vanuit de kunstenaarsvereniging, Breekijzer. En we zijn dus allemaal voorstanders van het medium tekenen. En daar zelf ook mee bezig en ervan overtuigd dat het goed is voor de ontwikkeling van mensen. Dat staat ook in het hele ideaal van Big Draw. Hè. Mensen leren kijken, mensen leren tekenen is mensen leren kijken. En daar word je alleen maar beter van. Maar daarbij komt, dit hele terrein hier is prachtig en wij vinden het ontzettend leuk om zoveel mogelijk mensen hier naartoe te trekken, want het, het heeft heel veel mogelijkheden. Tegenwoordig is het heel makkelijk om een tekening te creëren via de computer. Waarom tekenen jullie nog steeds met potlood? Ja, weet je, het is voor een mens heel anders om een potlood in je hand te hebben en dat wat je doet met direct te zien in echt materiaal. Niet te vergelijken als een plan en dat in een systeem zetten waar het bij wijze van spreken weer een plan is. En hier kan je met materiaal naar huis, je werkt ermee, je voelt het. Het is een hele andere tak van sport, zeg maar. Hoe goed bent u zelf in tekenen? Dan moet je een keertje langskomen in mijn atelier. Hey, daar hangt hier een werk van mij. Ik ben best wel goed in tekenen, ja, vind ik.